daarin dus 3 wijzigingen in vergelijking met de 2-1 nederlaag bij Vierton. Dan het elftal van Tom van Rimschoot. Daar, zoals al gezegd, geen enkele wijziging in vergelijking met die zeer goede prestatie. En meteen de lange bal van Kees richting Verschuren. En daar goed doorgekopt. Saito in de 16 trappen. En de eerste redding van de partij. Normaal gezien geen problemen voor een doelman. En dat was dus nu ook niet het geval. De corner met Rossa. Goed aangesneden. En dan blijft die bal daar hangen en gaat hij erin. Geen idee wie er gescoord heeft tussen al dat volk daar. Maar het lijkt Laurent Lemoine te zijn. En dan staat Lommel al bijzonder snel op voorsprong. 1-0. Je doelpunt maakte. We gaan nog eens kijken. Maar is het dan toch Saito? Het is Saito. Goeie opening dit op Limbombe. Daniel. Twee mensen bij zich. Gaat hij ertussen proberen te geraken. Dat deed hij zeker. Slecht verwerkt van Rossa, Van Akker. En Firmarin. Maas. Van Akker. Trappen van heel erg ver. Ja, Firmarin heeft er de nodige moeite mee. Gillekens voor Laas. Die brengt hem meteen met het hoofd voor. Dat is een goed idee. Daar is Alexander Maas. Die raakt hem niet helemaal zuiver. Kans voor Liersen. Witsindu. Schuurmans. Van Akker. Ja, goed schot van Thibaut Van Akker. Tweede keer dat hij uithaalt. En telkens goed geraakt die bal. Enkel de precisie kan nog wat beter. In Tarzani. Die kan op Poelmans afgaan. Tarzani in de 16. Tarzani trappen met links. Ja. Hij kreeg iets te veel ruimte. Ja, Firmarin met een dramatische bal. Jagan kan oppikken. Jagan die trapt hem ernaast. Grote kans voor Liersen. Firmarin. Te nonchalant deze bal. Even kon dat onmogelijk nog belopen. Jagan. Nou, is Hendricks dan toch kwijt. Daar is de voorzet. Schuurmans met een voetje. Verschuren trapt hem knap binnen. En zo staat de 2-0. Heel erg mooi opgewerkt van Arno Verschuren. Maar dan zit het Liersen er toch ook een beetje tegen. Met Hendricks. Ja, trapt hem eigenlijk tegen hem aan. En dan kan hij de bal meegrissen. Schuurmans half. En dan gaat hij op de slof van Verschuren. Heel erg goed afgewerkt. Beheerst. En geen schijn van een kans voor de Smet. Knappe goal van Arno Verschuren. Eerste wissel bij Lommel SK. Nummer 19, Arzani, wordt gewisseld met nummer 24. Alexander Maas. Daar de kopbal van Maas is. En dan in de... Het zijn het eigenlijk. Nummer 9, Limbombe. Limbombe naar de kant. 10, de schrijver. Voor Leon Gola. Leon Gola. En Guillaume, de schrijver... Nu op voor Jonathan Hendricks. En geven met Boussouf is slim. De kap is dat ook. Daar is de voorzet. De kopbal. De Smet die nog redt. Saito. En weer de Smet. Hier houdt hij zijn ploeg nog in de match. Jarno de Smet. Hier nog eens die kans voor Lommel. Die dubbele kans met de voorzet van Boussouf. Kopbal van Wijtes. De Smet die redt. Manello. Krijgt hem van Kiss en dan is er heel veel ruimte voor Boussouf. Moet wel nog Schuurmans zien kwijt te geraken. Ook Van Akker keer terug. Boussouf. Boussouf nog steeds. Boussouf schuift hem binnen. En dan maakt hij er 3-0 van. En dan vrees ik dat het boeken toe is voor Liersen. Miranello met de opening. Boussouf op snelheid. Dan wil hij naar zijn linker. Nou, is dit slim gedaan. Rolt die bal door de benen van Schuurmans.
En dan schuift hij hem met rechts nog binnen. Van deze partij. Want Lierse echt niet naar huis gespeeld vandaag. Absoluut niet. Maar Lommel super efficiënt. Daar is de schrijver. En die legt hem meteen binnen. 3-1. We hebben terug een match. Doorzettingsvermogen van Guillaume de Schrijver. En bij Lierse. Met de nummer 10, de Schrijver. Ook voor hem zijn eerste van het seizoen. Net als voor Boussouf. Dat is hard en ver. Neve probeert er nog iets van te maken. Anello. Saito. Saito. Redding de Smit. Leongola. Voorzet. Henkens. Saito tot bij Boussouf. En dan is het afgelopen. Dan wint.